15 november. Vandaag gaan we naar Olsteen met een hele bijzondere route. We gaan namelijk met de IC Berlijn naar Olst. En daar ga ik straks meer over vertellen waarom we naar Olsteen gaan. Ik zeg alvast heel veel kijkplezier. We nemen straks de bus van 11 uur 1 van de Houten Bovenhoek in Haarslaers, Hengelo. Naar Hengelo CS. What the fuck? Plus 2. In één keer plus 2. En dat op zondag in coronatijd. Heel raar. Maar ik hoop niet dat het nog veel vertraging komt, want het is nu al plus 3, maar dan mis ik zelfs wel mijn IC Berlijn. En daar komt dat rood Joekel aan, een Twentsythea. Hallo. Deze Twentsythea voor mezelf. Op naar Hengelo. IC Berlijn, die stopt op Olst. En we krijgen de NS 1800 mee. Geen Victoron. Een IC Berlijn die gaat stoppen op Olst. Deze reizigers, in alle treinen is het dragen van een mondkapje verplicht. Wij adviseren u dringend en ook op het station en op de perrons te dragen. Houd zo mogelijk anderhalve meter afstand. De reizigers. Zo, kijkers, een IC Berlijn gaat nog een keer zeggen, een IC Berlijn die gaat stoppen op Olst. En dit vindt die knetters heet. Even de airco aanzetten. Het leek op 40 graden hier, man, in dit ding. Dit is mijn hokje, de trein naar Olst. Ja, ik vind het leuk om in de oude reetag in te stappen. Dus, nou, let's go naar Olst. Even. Het is al een keer vaker gebeurd dat de IC Berlijn wel eens omgeleid wordt via Zwolle. Maar dan stopt hij niet op Olst. Dus daarom vond ik het prima om een vlog te maken dat de IC Berlijn stopt op Olst. Dus we gaan met deze trein naar Olst. Oh, mooi. Dus ja, en ik vind grote YouTube beelden. Dus ja, dus, een internationale trein stopt op een stoptreinstation. Dus ja.
is gestopt dan normaal in de Intercities naar Roosendaal Zwolle. Maar dus nu ook internationale treinen hebben. Dus maar één keer komt dat de werkzaamheden zijn op het trein tussen Apeldoorn. Dus de treinen worden omgeleid via Zwolle. Maar na Zwolle rijdt deze trein non-stop door naar Amsterdam. Dus die stopt dus dan niet op Lelystad Centrum en op Almere Centrum. Van de Duitsbaan. Brocklistrol. En voor mij is dit van Hack. Uit Kruscheid, Duitsland. Maar Zwitserland, voor mij. AG is Zwitserland voor mij. Hack, Zwitserland voor mij. Of Zwitserland. Of, nou ja, hoe heet dat in Italië? Südtirol. Dus we gaan een heerlijke croissant eten. En we rijden nu tussen Rezen en Holten in. Met de Easy Berlijn. Deze kant. Het gaat zomaar gebeuren. De Easy Berlin gaat stoppen op Oost. En het gaat nooit ouderwets doen, want die deur in mijn coupé die is kapot. En dan komt het. Hey, ik dacht dat hij niet stopte op Oost. Een Easy Berlin op Oost. Rare gewending hier. Kan ik meteen een deurfilm doen? Net 1800 verlaten. De machinist moet nog even instappen in de NS 1800.
die ouderwetse deurtjes. Nou, we zijn aangekomen in Olst. Met de Easy Marleen. Non-stop vanuit Hengelo. Hoe kan dit? Ja, door werkzaamheden. Het duurde echt lang over. Voor mij is het net zo snel. Even maar met 5 minuten. Dat ze weer in de wapen deden. En de Duitse handen is. Maar heel raar om hier uit te stappen. Zo. Met een Easy Marleen trein. Maar we gaan hier niet alleen. Ik ga nu een paar losse filmpjes maken van jullie treinen spotten. Ik ga hier in de omgeving treinen spotten. Want er gaan ook zoveel leuke treinen aan. Dat is ongelooflijk goede treinen. Dus we gaan hier maar even in de middag hier treinen spotten. En hier is een kerk. Wat is dat voor kerk? Laat me eens met de binnenste van Olst. Het centrum van Olst is helemaal niks. Het ziet er een beetje uit als dorps. Maar dat is Olst ook. Wel raar dat hier dan een internationale trein op zou moeten stoppen. En er rijdt hier zwaar een bus. Nou ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het is een heel sterk lichtinval. Maar daar staat op Enschede. Oh, ik kan wel even lichter maken. Zie je dat? Het staat op Enschede. Juist. Het is echt de beste jeugd hier. Jeetje, dus heel glas is de jachtman uit. En voor mij hebben ze hier illegaal vis uitgehouden, als je het zo moet zien. Nou, dit ziet er ook echt best wel heel oud uit. Zo'n oud abri-hokje. Nee. Voor mij is het uit de jaren 80, dit hokje. Maar zoek ik wel even een luxere hokje op. Het zit wel een beetje op hier in Olst. We gaan soms weer met de trein naar één station verder. Maar daar gebeuren ook allemaal rare dingen. We gaan naar Weijen. En dit is in één gemeente. Olst-Weijen. Gemeente Olst-Weijen. Dus we gaan nu naar Weijen heen. Daar ben ik wel eens vaker geweest in mijn vlogs. Dat is maar mijn favoriete station van Nederland. Tim's meest gefilmde station is Weijen. Ja, en Hengelo. Maar daar woon ik in Hengelo. Maar ja. Dat is, vind ik van Olst. Ja. Het is niks. Ja, het is een klein dorp. Het is, klein is het niet. Maar het is te vergelijken met Borne, moet ik eigenlijk zeggen. Het is te vergelijken met Borne. Maar zelfs Borne heeft nog een veel mooiere binnenstad als dit. Maar dan gaan we per trein ontvluchten. En dan gaan we naar Weijen. En Weijen heeft al iets mooiere binnenstad. Dus dan gaan we zelfs ook wel even naartoe. Even naar de binnenstad van Weijen even filmen voor jullie. En dat is wel iets meer te doen. Dus we gaan zo meteen, ik heb al gekeken. We gaan zelfs per DDZ gaan we ontvluchten. Een vierbakken DDZ die ons naar Weijen gaat brengen. Fijn is, als je in de herfst bent en je bent als enige reiziger hier op het station. En dan hoor je die wind groenloeien en er is echt zo'n gevoel van, zo, wat een rust. En was het net even niet, was hier heel druk, net. En nu eventjes een rondje binnenstad gedaan en wat een rust in één keer. Keertje. Nou, we gaan soms even lekker naar Weijen. Dan moet het nog rustiger zijn dan dit. En gaan we niet per Easy Marleen, maar met een normale NS Intercity trein. Nou, ik heb hier heel veel zin in. Want eigenlijk mag je helemaal niet racen. Van waar komt in het trein aan? Ik denk dat het de trein is naar Enschede. Zal ik eens even kijken? Yep, dat is de trein naar Enschede. Weer zo'n koploper, maar ja, ga ik niet filmen, want ik heb vandaag al 2 koplopers op dit station gehad. En er rijdt ook nog een brandweer. Ik ben hier vandaag gehouden, een bril van een DDZ. 4 bakken.
DDZ die vanuit Enschede aangekomen bij tweede rimde station, dat is Weijer. En normaal gesproken moet je hier overstappen als je hierheen wil. Of in Zwolle of in Deventer, maar door werkzaamheden, wat ik al eerder tijdens deze video heb gezegd, kun je hier dus rechtstreeks naartoe vanuit Enschede en Hengelo. Dus daarom gaan we hier ook maar even de statief neerpleren. Om een paar leuke treinopnames voor jullie te maken. Nou. En ook wat ik je al vertelde is waar je geen klap te doen. Je kunt het beste heen gaan in coronatijd. Beter dan Zwolle. Grote steden. Maar ja, ik ga hier de... Net als wat ik bij Ols heb gedaan, de binnenkomende treinen ga ik via de statief filmen met de camera. En die komen op mijn... Door op mijn tweede YouTube-kanaal. In Olst heeft wij ook een wachtruimte, alleen die is niet kapot. Die is gewoon heel. En ik heb mijn cameraatje alvast klaargezet voor mogelijk nog een paar mooie treintjes te kunnen klikken. En dit stukje is wel weer dubbelsporig, daar heel raar fases in. Nog maar even ben. Dus dan laat ik jullie nog even een klein stukje van de binnenstad van Weijer zien. Wat niet veel is. Nou, hier achter mij is een kunstwinkeltje. Ja, wat is hier nou meer? Ja, een molen die geen wieken heeft. Kijk. Moet je ook niet ontbreken in die kleine plaatjes. En het is een complete van tornado hier. Waait echt hier heel erg. Meer als een Hengelo. Kijk, een molen zonder wieken. Nou, best wel heel veel te beleven hier. Vervallende dingen, maar hier hebben ze meer dit soort rijtjes achter iets. In ieder geval, dit is een betere binnenstad. Nou, je kunt wel zeggen, het is hier wel rustig. Wel een schattig centrumje. Ze hebben zelfs een HEMA, dat heeft zelfs Olst niet. Nou ja, ik ben niet echt helemaal diep Olst in geweest. Maar wat ik zo zag was niet echt veel. Mijn huis, de Intercity in Enschede, vanuit Ols, vanuit Weijer, non-stop naar Enschede. En ik ga de video ook afsluiten. Abonneer en zegt tot de volgende keer. Ajus. Even een bonus content. Het regent heel hard buiten, je kunt het niet zien, maar je kunt het wel horen. En ik heb ja een hokjestrein kunnen klimmen. Het is eigenlijk net een spookstrein. Ik deel met één iemand de eerste klas, maar die zit in het stiltecoupé vooraan in de trein, in het grote ruim gedeelte. Ja, het is echt niet tetterend. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Het Is Trein Gek.